Hoi, wij zijn Suze en Lorena en wij maken jullie zien hoe een daggroep achter art werkt. Kom met ons mee. Hoi! Goedemorgen! We zetten nu onze tassen in de bak en gaan verder met de stad. We gaan nu werken aan de stadopdracht en dat is verder werken aan jullie en ik werk. We zijn nu aan het discussiëren over Pathfinder. We doen altijd met de juf op vrijdag. Dus je moet dan een kant kiezen. 4 centimeter. 4 vierkante centimeter. Tijdens de rekenles en de instructie hadden we het over het omrekenen van oppervlaktematen. Dit deden we op de snapback en met het wiskbordje. We zijn nu bezig met Pathfinder. Pathfinder is voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Op het project doen we creatieve dingen, dingen waar je meer van kan leren of smart games. Dit is niet voor alle kinderen. We zijn nu bezig met het spelletje Sushi Go. 3, 2, 1. Sushi Go. De Delft Kiro. We gaan nu naar buiten. Dag. We gaan nu eten. En er wordt zo meteen voorgelezen. We gaan nu een dicté doen voor spelling. We gaan nu verder met de dans voor de musical. Vrijdag spelen we met de kleuters. Nou, dames en heren, we gaan vandaag verder werken aan ons gruppetje. Die ga je vandaag afmaken. Als het goed is, heb je allebei de zijdes versierd. Heb je gedecoreerd met andere stukken geveeld. Oogjes erop genaaid. Die ga je vandaag aan elkaar naaien. En als je wat vulling wil voor in je knuffeltje, dan kun je dat bij mij komen halen. Ja, je gaat dan nog. Nee, moet het 10 minuten. Nee, dat is niet. Nou, 2 minuten.